3, 2, 1, start! Ik denk dat dit de bijna de tijdslimiet gaan bereiken en helaas, dit is team 1 was het model gaan ophalen en dit is het einde van deze wedstrijd, de tijdslimiet is helaas verstreken. 3, 2, 1, start! Daar gaat team 2, Fat Lady. Ik moest nog even corrigeren, want de tijdslimiet is niet 3 minuten, maar het is gewichtsafhankelijk. Maar gemiddeld rond de 3 minuten. Oké, 3 minuten of meer. Ah, de team 2 gaat erg goed. Ik kan zien dat een voordeel van de model is dat het nog meer weerstand heeft. Ten opzichte van zijn gewicht en stabiliteit. Maar het grote voordeel is, het is wel heel goed manoeuvreerbaar. En dat is wel dit soort parcours is dat wel als een voordeel. Ik denk dat team 2 meteen een hele goede tijd neer gaat zetten. Mooi is ook te zien dat het flink vol gemaakt wordt van de waterplaats. Applaus voor team 2. Oké, als team 3 klaar is om te gaan starten, dan stellen we af. 3. 2, 1, en start! Nou, er zitten twee masten bij voor, het ziet er mooi uit, de zijde ziet er ook mooi uit. Met rode draad zit het erin, zogenaamde teltels, om te kunnen zien of de zijde goed staan. Dan blijft in dit soort, toch nog meer turbulente wind, omdat die blauwe windfans aan de zijde die de wind produceren. Blijft de wind wat turbulenter, maar het ziet er goed uit. En, mooie draai.
zeg maar, dat het meteen vaart je wat meer naar de wind toe, om meer wind op te pakken. Je kan je voorstellen hoe verder je van de wind bent, zelfs gaat, hoe minder wind. En ook dit wordt weer een hele snelle tijd van 10-3. Mooi finish. Drie, twee, één, go! Kijk eens uit, dat is ook een mooie video. Dan heb ik net van de ene kant genomen dat het qua stabiliteit heel fijn is, maar qua manoeuvreerbaarheid wat minder makkelijk. We gaan kijken hoe zij dus op de stap heeft gevaren langs de groep. Zoals het nu lijkt heb ik er alle vertrouwen in, wat wel fantastisch is dat we in 25 knopjes loopwedstrijden zitten. Zo mooi als dit gaat, zie ik in midden zitten dat we voor elkaar zo op de circuit gaan vervullen. Ja, applausje mag hoor, fantastisch. Nou, op tussen de vier, twee boelen door. Doen ze met u. Prachtig. En geef ze een applaus, fantastisch. Dat ze een echte vleugelmast hebben gemaakt. Dus we hebben balsenhout gebruikt om een profiel te maken en daar een soort zwelgdoek omheen te hebben gebouwd. Waardoor je eigenlijk een mooie, strakke aero-rip hebt. In de grote snelle schepen zien we het ook steeds vaker van de aero-rip. En het is wel een vraag of het wel zo goed lukt. Het wordt kritisch, maar ik hoop dat ze net een draai halen. Dan zal het lastig met zijn aero-rip, maar het ziet er toch goed uit. Het is heel complex om met zo'n boot goed te kunnen grijpen. Zorg dat ze nu iets meer naar de fans toe kunnen varen, zodat meer wind kunnen pakken, maar het ziet er goed uit. Je ziet er wel ook nog als met zo'n constructie in katamaran, die relatief licht is natuurlijk, en dan met die vaste zijde en voet zijn kunnen draaien. Ziet er ook dat ze genoeg hoogte kunnen oppakken om de finish te halen. Heel kritisch, zou mooi zijn als ze het net kunnen redden. Een klein beetje. We moeten echt ook de finish heen waar om te kunnen finishen. Misschien is de mogelijkheid voor ze om weg te krijgen of om te draaien om een stukje terug te varen. Het nadeel van die vaste zijde en flexibel zeil gaat kloppen als het tegen de wind niet staat. Maar zo'n vast zeil, dat doet het niet. Dus als je geen goede invalshoek hebt, dan krijg je veel weerstand. En dan is het lastig om daarmee te manoeuvreren. Dat zien we nu ook. Daar hebben ze wel twee mooie grote roeren bij de rompen zitten om dat te maken. Ik moet nog een beetje problematisch zoeken hier.
weer niet aan de laag uitgekomen met zijn finish niet af, maar dat lijkt toch wel. Dat weer nog goed met zijn zijde te spelen om een optimale hoek te krijgen met de wind, om zoveel mogelijk snelheid uit te halen. Drie, twee, één, go! Even zijn, gaat u weg. Een mooie tribalan. Ik begreep ook dat hij er heel veel lode blokjes in zit. Dus dit moet toch ook de toekomst gaan worden van onze goederenvervoer op zee. En wat ik net begrepen heb, het gaat erom waar het net is precies op tijd zeg maar overstap gaat. Dus dan heb je geen wind meer. Niet te vroeg. Nou, blijven we allemaal met hem mee, hoe we met deze nieuwe situatie gaan komen. Komt u van die goede lucht? En Louis mag niet helpen, geloof ik. We krijgen dat ook met z'n allen willen. Maar soms gokt dit niet meer, dan ben je net te vroeg. Ik begrijp dat je 7 minuten hebt, omdat je zoveel extra gewicht bij je hebt. Dus als je wilt, mag je nog een keer rond. En om de boei heen, de jury is strak en nog rechtvaardig. Dat je daar niet op de boei heen bent geweest. Je mag nog een keer. Je hebt het script tot bij, je hebt nog 4 minuten.
Kijk eens aan. Het gaat er wel. Ja, nou, geef hem een hartelijk een applaus. Ik vind het gelukkig. Fantastisch. Voorstel we proberen. Daar leer je alleen maar van. En nu op naar de finish. We zijn pas 5 minuten onderweg, maar omdat je zoveel loop bij je hebt, mag je nog steeds finishen en heb je tijd. Fantastisch, man. Oké. Team nummer 8. 3, 2, 1, go! Kijk eens aan, een mooie stap. Ja, keurig op het vriendje. Dat is al wel een poosje waard inderdaad. Nu op naar het finish. Allemaal op koers. Jongens, team 11 en 12 zich klaarmaken. We staan hier al klaar, zeg thuis. Gaan we beginnen. 3, 2, 1, go! Hier, mijn achtergrond zit in de mechanica. Ik vond dit wel een heel mooi mechaniekje, zeg maar, om te stabiliseren. Om gewoon overstap te gaan. Oh, wat die waren, was ook inderdaad het model met die mooie stabilisatievindertjes. Hij gaat weer op de stap. Ja, keurig stuur. Ah! Kijk eens uit, het gewichtje mooi naar de andere kant en gelijk weer stabiel door. En nu op de finish af. Uit zijn kiel en zijn gewicht wat hij meeneemt. En nou, het ziet er
een goede finish uit. Applaus voor team 11. Drie, twee, één, en start. Nou, team 12 heeft dus vijf loopblokjes mee. Dat betekent dat ze, zelfs drie maar, dat ze snel varen. Dat ziet er ook erg snel uit. Dat betekent ook dat ze gewoon een zwaar handicap hebben. En ook maar 3 minuten over deze baan mogen doen. Maar dat lijkt ze wel te gaan lukken. Er komt het moeilijkste deel, de muurronde. Nou, dat ziet er goed uit. Kijken hoe ze er weer snel kunnen... De vader naar de finish. Dat ziet er ook uit als een goede, snelle, mooie ronde. Vooral ook mooi gemaakt zijn, dat doet het ook nog. En dat is een goede tijd van team 12.